Hallo mensen van Altlife. Hallo mensen van Miniman, tof dat je kijkt naar deze nieuwe video. Oké, zoals je in de titel al zag, vandaag ga ik een tutorial doen. Ik zal even een goed voorbereidje, Nick. Oh, wat is dit mooi. Oeh, mijn god. Oké, ik heb dus nu even een stukje gemaakt. Kijk. Miniman, dit is het nu. Tof dat jij kijkt naar deze splinternieuwe nieuwe video. Vandaag spelen wij Pixelmon. Oké, kijk. Ja, dat is goed. Ik zal even dit uitknippen. Oké, ik heb dus nu even een stukje gebruikt van deze video. Oké, dat is het dus. Ik zal heel even... Dan ga je dus op het, geluidsbalkje klikken. Dus nummer 2. Dan ga je rechtermuisklik en dan doe je op audio event. Eenmaal aangekomen bij audio event, klik je op helemaal onderaan. Eentje, en dan eentje naar boven. Pitch shift. Klik je op oké. En dan zie je dit staan. Wil jij een hoge stem? Doe je het op. Plus 8. Dus dat doen we even. Nu is het dus een hoge stem. Echt zo'n muizige stem. Hoe je het ook wil noemen. Daar. Dit is een nieuwe video. Vandaag spelen wij Pixelmon. Dat, dat is dus de hoge stem. Maar je kan dus ook een lage stem doen. Doe je opnieuw. Dus dan doe je opnieuw audio event. Pitch shift. Helemaal onderaan. Oké. En dan doe je. Min 8. En dan hoor je dus dit. Miniman, tof dat jij kijkt naar deze splinternieuwe nieuwe video. Vandaag spelen wij Pixelmon. Dat hoorde je dus. Hij heeft een hoge stem en een lage stem. Dit was de tutorial. Je kan er eigenlijk ook een beetje mee spelen. Ik zal het even laten zien. Je kan hier eigenlijk ook een beetje mee spelen. Je kan hem helemaal op min 50 doen. Dat lijkt me eigenlijk niet zo logisch, maar... Nee, dat is niet echt... Maar dat kan je doen. En ja, dat is gewoon je eigen ding. Je kan hem ook plus 50 doen, zoals ik nu doe. Even kijken hoe dat... En dan hoor je dus dat. Maar dat moet je gewoon even... mee spelen. En kijken wat jij mooi vindt. Of wat bij jouw geluid hoort. Wil je nog meer tutorials over Sony Vegas? Laat het even achter in de reacties. En wat voor tutorial... En tot de volgende keer. Dag!